Hens van Arvelatsen. Hij zet nog verder. Perez van één speler verlost. Perez daar. Arvelatsen nu. Ja. Niet alleen een vrij doelpunt. Maar ook een prachtige aanval echt van begin tot het einde. Met Perez en Arvelatsen. En het enige wat je de Georgië kwalijk kunt nemen is dat hij niet binnen een kwartier scoorde. Maar dat hij er iets langer voor nam. Perez en dan ineens staan er twee man vrij. Arvelatsen komt daarin samen met Landsaat. En nu is het wel raak. In Spanje nog op de paal. AZ op 1-0. De helft van het werk is gedaan. Maar misschien kun je toch beter maar verder gaan met de wedstrijd. AZ heeft daar niet veel baat bij. Schaars beseft dat niet. Schaars en Perez weer dat duo. Perez, Jalins. Goal! En wat voor goal! Kiu Jalins. Hij deed het vaker in Europa, ook afgelopen seizoen. Prachtig doelpunt. Perez met zijn mooie trap en dan Jalins, alsof hij een geboren spits is. Knalhard afgerond bij de eerste paal. Hier komt hij los van zijn tegenstander. Jalins. Iedereen geklopt. Een ingestudeerde vrije trap van AZ. En dat pakt uitstekend. Vrije trap Joaquin. En een doelpunt. Een doelpunt bij de tweede paal. Terwijl het lijkt alsof die bal al over de achterlijn is. Is het Edu? Het is een beetje zo'n sporting situatie. Die bal lijkt al over de achterlijn te gaan. En valt er dan toch nog in. Hier, Dani niet. En dan komt daar Melli. De rechtsback. Die staat daar bijna al op de achterlijn. En Dani creëert de ruimte. En een extra man loopt daar de bal in het doel. Melli. 2-1. AZ moet twee goals maken in verlenging. Het kan.